In Amersfoort vonden gisteren de Nederlandse kampioenschappen torenspringen plaats. Dat de familie Jongejans een toonaangevende naam heeft in de wereld van het schoonspringen is algemeen bekend. Maar hoe zit het met de jeugd bij het torenspringen? Dat torenspringen een spectaculaire sport is, behoeft geen betoog. Maar de belangstelling voor de toren bij de jeugd is niet zo groot. Je hebt er dan ook heel veel lef voor nodig. Wij volgden de strijd bij de A-meisjes en de dames. De kanshebbers bij de A-meisjes. Femke Hermens, 15 jaar, van de Dolfijn. Marlie Dijkhorst van de Aquarijn. Sandra Roeleveld van Saltor. Dan bij de senioren haar clubgenote Brenda den Broeder, meervoudig Nederlands kampioen. En tenslotte Joyce Rutten van Diving Nijmegen. Aan Femke Hermens de vraag, hoe ziet een wedstrijd eruit eigenlijk? Iedereen moet dus 8 sprongen doen, 8 verschillende sprongen. Nou, en daarop word je dan op beoordeeld. Zitten er ook verplichte en niet verplichte nummers bij? Ja, je hebt dus, het is sprongen 4 plus 4. De eerste 4 zijn meestal vrij makkelijke sprongen. En er is ook een bepaalde moeilijkheidsfactor. Als je die 4 samen optelt, krijg je een bepaalde moeilijkheidsfactor. En die, dat mag dan, dat doe je dan. Maar na die 4 krijg je 4 andere sprongen. En die mogen zelf weten hoe hoog de moeilijkheidsfactor loopt. En dan gaan we kijken naar de eerste verplichte sprong van Femke Hermens. En dat wordt een contra-zweefsprong gehoekt. Moeilijkheidsfactor 1,9. Jurywaardering gemiddeld 5. Dan Sandra Roedeveld. Contra-zweefsprong gestrekt. Moeilijkheidsfactor 2. Heel mooi. Jurywaardering gemiddeld 6. Marlie Dijkhorst. Contra-zweefsprong gehoekt. 1,9 moeilijkheidsfactor. En een 6,5 gemiddeld van de jury. Dan Joyce Rutte, 1,5 binnenwaarts gehoekt van de 10 meter toren. Moeilijkheidsfactor 2. En ook een perfecte landing. Gemiddelde jurywaardering 6,5. En ze komt met een snelheid van 50 km per uur in het water. Dan Sandra Roeleveld, 7 meter toren. 1,5 binnenwaarts gehurkt. 2,2 moeilijkheidsfactor, gemiddeld een 6. Dan Brenda den Broeder van de 10 meter toren. Moeilijkheidsfactor 2,4, een 1,5 achterwaarts. En 1,5 schroef. En de jury geeft daar een gemiddelde van 6 voor je. Dan gaan we kijken naar een handstand van Femke Hermens. Zij is een turnster. De bedoeling is dat ze even een stilstaand moment heeft. En daarna draait ze een salto voorover gehoekt. Moeilijkheidsfactor 1,8. En dat doet ze perfect. De jury geeft daarvoor een gemiddelde van 7. De hoogste waardering 7,5 en de laagste 6,5. En die worden er beide van afgetrokken. En het gemiddelde dus 7. En kijk eens, een mooie landing. Dan Joyce Rutte met haar laatste sprong. Zij doet hetzelfde als Femke. Een handstand salto voorover. Gehoekt. Maar zij zal niet stil blijven staan. Nou is dat ook moeilijk op zo'n 10 meter toren. Kijk, ze heeft te veel rotatie. Klapt dan door. Moeilijkheidsfactor was 1,9. En ze krijgt daarmee een gemiddelde jurywaardering van 5,5. Dan Marlie Dijkhorst, 2,5 salto voorover, gehoekt. Moeilijkheidsfactor 2,4, een moeilijke sprong. En de jury geeft daar een gemiddelde waardering voor van 5,5. Dan de moeilijkste sprong van de dag, Brenda den Broeder. Moeilijkheidsfactor 2,7, een 2,5 salto achterwaarts, gehurkt. Let op wat er nu gebeurt. Ietsjes te veel rotatie nog, terwijl ze in het water komt. Maar telt u ze maar. 1, 2, 3 en dan strekken. Onvoorstelbaar. Prachtige prestatie van Brenda den Broeder. En dan gaat de jury in beraad en worden de punten opgeteld. De Nederlandse dames kunnen slechts 1 keer per week trainen van de toren in Amersfoort. Hoe ziet dat eigenlijk met de concurrentie? Bijvoorbeeld Rusland, die trainen dan 2 keer per dag. En die doen ook heel veel aan mentale training. Ja, en dat is gewoon al een heel goed voordeel, dat je vaker per dag traint. Wij trainen bijvoorbeeld, ik train maar 5 keer in de week, een 1,5 uur. Dat is heel weinig tegenover hun, want hun trainen heel vaak per dag. Dus de absolute top zul jij op deze manier nooit halen? Nou, misschien wel, maar we moeten verder kijken hoe het gaat. Femke Hermens van de Dolfijn.
En Femke Hermans werd Nederlands kampioene bij de A-meisjes met een puntentotaal van 286,70. Ze eindigde overigens ook tweede all-in. Op een tweede plaats eindigde Sandra Roeleveld en derde werd Marlie Dijkhorst. En Nederlands kampioene bij de senioren en all-in werd Brenda den Broeder, mede dankzij deze fantastische sprong. Applaus.